Ik ben Sebastiaan Steuteler en ik ben 38 jaar, woon in Almelo. Ik ben lijsttrekker voor de Partij voor de Vrijheid. De Partij voor de Vrijheid heeft zich de afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad van Almelo keihard ingezet voor uw belangen. De PVV wil daar graag de komende 4 jaar nog mee door. En wat wij de komende 4 jaar willen bereiken is het sluiten van de hekken en deuren van het asielzoekerscentrum. Wij maken daar heel graag een woonzorgcentrum van voor onze ouderen, voor onze gehandicapten met een supermarkt en een fysiotherapeut en een huisarts erbij. Wij willen zorgen voor lagere gemeentelijke heffingen en lagere gemeentelijke belastingen. En dat kunnen we organiseren door de gemeente echt te laten focussen op hun kerntaak. Op het zorgen voor de Almeloer, op het zorgen voor een goed sociaal domein, voor een veilige omgeving met meer ambtenaren, meer veiligheidsambtenaren op straat, beter camera toezicht. En wij willen investeren in het welzijn van de Almeloer. Stem Partij voor de Vrijheid. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Ja, er moet geïnvesteerd worden in het winkelgebied in de binnenstad. Maar het winkelgebied van de binnenstad kan kleiner dan dat het nu is. We vinden tegelijk dat fietsen daar niet bij hoort. Qua uiterlijke update kan daar nog heel veel veranderen. En als we het kleiner maken, dan hebben we ook uiteindelijk minder leegstand. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Ja, de XL Business Park 2 is voor de Partij voor de Vrijheid nog geen gelopen race. Wij horen in de stad veel weerstand tegen het idee van een XL Business Park 2. De onderzoeken gaan nu lopen. Wij wachten eerst die onderzoeken af. Levert het ook voldoende op voor Almelo en voor de Almeloer? Dan zullen we uiteindelijk een belangenafweging maken. Maar voor nu bekijken wij even hoe het loopt en zijn wij sceptisch. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Nee, de Partij voor de Vrijheid wil geen zonnepanelen op het groen en ook geen windmolens. Wij willen een stabiele, duurzame energievoorziening. En dat behaal je niet met zonnepanelen en windmolens die het maar deels van het jaar doen. En vooral voor veel overlast en milieuvervuiling en uitzichtvervuiling zorgen. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. De gemeente Almelo moet vooral investeren in betere woningen en betaalbare woningen. En dat wil wat de Partij voor de Vrijheid betreft vooral zeggen dat wij moeten inzetten op het isoleren van de woningen die we nu hebben. Het naar een hoger plan tillen van die woningen, want met de huidige energiekosten kunnen mensen het niet meer opbrengen om ook in een sociale huurwoning te blijven wonen. Omdat die gasprijzen zo hoog zijn geworden dat ze het gewoon niet meer kunnen betalen. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Cultuur en welzijn zijn wat de Partij voor de Vrijheid betreft twee verschillende dingen. In cultuur bijdragen, investeren, hangt er vanaf van wat je onder cultuur verstaat. Maar in welzijn willen wij wel degelijk investeren. Want het welzijn van onze inwoners is ontzettend belangrijk, ook om ze te kunnen helpen naar een baan, naar een actief leven in de maatschappij, dan hoort het welzijn naar een hoger niveau te worden getild.